Goed, we hebben vandaag gekozen speuren naar sporen. Ik stel voor dat we meteen op pad gaan voor op zoek te gaan naar waar. Zondagmiddag kan je voor het eerst op pad met een Limburgse verkenner. Ze nemen je mee op ontdekkingstocht doorheen de natuur van het 25.000 hectare grote grenspark Kempenbroek. Dit is een hele leuke. Dit is van de eikelboorder. Dat is een beetje een olifantachtig beestje. En die zet zijn snuitje hier op die eikel. En dan begint hij rondjes te lopen. Met originele activiteiten willen ze de bezoekers even enthousiast maken voor de natuur als dat ze zelf zijn. De behaarde rode bosmier die heeft 8 haartjes. De afgelopen maanden werden 31 verkenners, elk met hun eigen specialiteit, klaargestoomd voor hun opdracht. Vorige week gingen de verkenners alvast een keertje oefenen aan Mariahof, een van de onthaalpunten van het Kempenbroek. De mensen hebben een gedegen opleiding gekregen, ze hebben een geïntegreerde proef afgelegd en degenen die geslaagd zijn, die hebben van ons een licentie gekregen. En de bedoeling van die licentie is dat ze eigenlijk een jaar van ons de kans krijgen om mensen mee op pad te nemen, om hen Kempenbroek op een bijzondere manier te laten ontdekken. Ik ga jullie even een kaartje geven voor mee te kijken. Als jullie de sporen kunnen terugvinden. Een van de 5 activiteiten die de verkenners begeleiden is speuren naar sporentocht. De leeggevritten is van de binnenkant uit, dat kan de specht zijn. Ja. Als je in de natuur bent, dan zie je niet altijd de dieren, omdat de dieren ook vooral 's nachts actief zijn. En je kan dan beter misschien op zoek gaan naar sporen die dieren hebben achtergelaten. Als je een beetje geluk hebt, dan zie je een reetje, maar een bever bijvoorbeeld, die ga je misschien toch niet zo direct op je pad tegenkomen. Ja, hier is de bever aan het werk geweest. Dat is wel een oud spoor van een jaar geleden, maar hij zit nog altijd in Kempenbroek. Ja, dit is een nachtdier. Enkel aan die sporen kunnen we waarnemen als hij aanwezig is of niet. Dus op sporen toch gaan, dan krijg je de mogelijkheid van dieren toch waar te nemen die je eigenlijk nooit kunt zien. Hè. Zondag wordt het eerste bezoekersonthaal van Kempenbroek geopend aan de Polismolen in Oppitter. Daar kan je terecht voor alle info over het Kempenbroek en de verschillende activiteiten van de verkenners. Het onthaal is elke woensdag tot en met zondag geopend. Nu zondag kan je er alvast om 12:30 met een verkenner op stap.